Vanzelf zit de kleur oranje in de speciale Olympische vlaggen die het nu eerst aan 400 van drukt worden. En ook de gouden kleur kan net ontbreken. Nou, binnen de Olympische Spelen al jouw wij, had het nog wel volle zin om nou nog maar zo'n vlaggen te komen? Ja, vind ik wel. We mogen het nou vieren. Het is een historische gebeurtenis dat we zo verschrikkelijke medailles hebben. Dus dat kan enkel een paar weken, kunnen we dat nog wel vieren. Dat hindert helemaal niks. En ze mag je nog komen. Dus ja, dan is het moment inderdaad om te vlaggen en om te vieren dat het inderdaad dat we wonnen hadden, dat we zoveel medailles hadden. 5 keer goud, 5 keer zilver en 7 keer brons. Een record. Nederland had nog meer zoveel medailles op een winterspelen hellen. Het initiatief voor de vlaggen komt dit keer net van de centrale, maar van Radio 2. Het is wel lastig om elke keer weer een nieuwe vlag te ontwikkelen. En ja, we willen ook een overkill dan. En dit is wel heel erg leuk. Dit initiatief kwam inderdaad van de Radio 2, van de luisteraars. En samen gaan we een vlag ontwikkelen. Citroenopvolging inderdaad en dat soort vlaggen, dat ontwikkelen wij zelf. WK-vlag gaan we nog ontwikkelen. Ja, dit is wel uniek, want dit is inderdaad samen met de luisteraars die dat dienen. De Olympiërs komen maandag 24 februari weerom uit Rusland. Ze komen om op Vleenfield Eelde, waarnaar ze huldigen worden in Assen. Dan kunnen er voor het laatst wapperen worden met de vlaggen, om dan weer plak te maken voor een oren.